Want dit is wel een beetje het narratief dat we vooral uit Rusland horen. Die mensen in al die Oost-Europese landen willen allemaal heel graag zelf lid worden van de NAVO. Waarom zou dat zijn? Laat ik even beginnen met dat u tegen mij zegt dat ik het narratief van Rusland aan het brengen ben hier. Laat het even duidelijk zijn dat dat geenszins het geval is. Ik werp dat echt verre van. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, de geschiedenis ook van Oekraïne. Je kijkt naar het verdrag wat met Oekraïne gesloten werd. Waar ook hier een referendum over is geweest. Waar partijen hebben getrokken aan Oekraïne. Een deel van Oekraïne. En u weet dat zelf ook donders goed. Dat het wel degelijk ertoe heeft geleid dat er werd getrokken aan de Oekraïne. Dat het op een of andere manier ertoe heeft geleid dat inderdaad Poetin en Rusland zich inderdaad uitgedaagd voelen. En ik zei dat al, dit als een bedreiging ervaren.